Op 75 jaar tijd heeft de bouw een serieuze evolutie doorgemaakt. 75 jaar geleden, na de Tweede Wereldoorlog, moest ons land drastisch heropgebouwd worden. Er moesten vooral nieuwe huizen gebouwd worden en herstellingswerken worden doorgevoerd aan de gebouwen, bruggen, stations en dergelijke die gebombardeerd werden. Bakstenen en beton waren toen veruit de meest gebruikte instrumenten in onze sector. Vanuit politiek oogpunt werd er gekozen om woningen in eigen bezit en op het platteland te stimuleren. Weliswaar met goede verbindingen naar andere dorpen en naar de grote steden. De voor ons land zo karakteristieke lintbebouwing was daarmee een feit. Ook nu zijn de gevolgen daarvan nog steeds bijzonder goed zichtbaar. In de jaren 50 en 60 deed dan weer de hoogbouw zijn intrede in ons land. En dat zowel bij appartementsblokken als kantoorgebouwen. De inspiratie daarvoor? De vele skyscrapers die in Amerikaanse steden het straatbeeld domineerden. In de jaren 60 ging het in ons land echt wel van hoog, hoger, hoogst. De Zuidertoren, nog steeds de hoogste toren in ons land, de Financiëntoren en de Madoutoren sierden vanaf toen de Brusselse skyline. Wij Belgen hadden natuurlijk al de nodige ervaring met de bouw van hoge buildings. Begin jaren 30 was de Antwerpse Boerentoren klaar. Toen de tweede hoogste building in Europa, na de Telefonica Building in Madrid. Vandaag de dag zit de bouwsector qua evolutie in een enorme versnellingsfase. De bouw is in snel tempo aan het digitaliseren. En dan spreken we niet enkel over allerlei administratieve toepassingen, zoals CRM en facturatie, die digitaal zijn. Nee, we spreken over bouw 4.0. Met disruptieve toepassingen en applicaties, zoals BIM, voluit Building Information Modeling. Een digitaal 3D-model dat alle informatie bevat die de diverse partijen van een bouwteam verbindt, zodat dat team hun aanpassingen efficiënt kunnen doorvoeren en samenwerken. Deze manier van werken sluit heel wat fouten op de werf zelf uit. Ook drones winnen aan populariteit binnen de bouw. Zeker sinds er de afgelopen jaren performante, makkelijk te hanteren en betaalbare drones op de markt zijn gekomen. Die drones kunnen uitgerust worden met allerlei voorzieningen, zoals fototoestellen, thermische camera's of GPS, waardoor ze kunnen ingezet worden bij heel wat taken op de werf. Denken we maar aan de inspectie van moeilijk bereikbare zones. Of nog, om inventarissen te beheren en voorraden na te gaan. Doen eveneens hun intrede in onze sector? Virtual en Augmented Reality, kortweg VR en AR. Deze toepassingen geven bouwspecialisten niet enkel meer gedetailleerde info, maar leveren ook weer aanzienlijke tijdswinst op. En dan komen we tot de evolutie die de bouwsector misschien nog wel het meest op de grondvesten zal doen daveren. Namelijk 3D-printen. Een 3D-betonprinter zou ervoor moeten zorgen dat men in minder dan 24 uur een volledig huis kan neerzetten. In Vlaanderen is er het project C3PO dat 3D-printen versneld wil invoeren in de bouwsector. Kamp C, het Centrum voor Duurzaamheid en Innovatie in de Bouw, is erin geslaagd een demo-woning te printen met een 3D-betonprinter. Het huis werd geprint in één stuk, wat uniek is op wereldvlak. Dit eerste huis is een testgebouw en men zal onderzoeken of de stevigheid behouden blijft in de loop van de tijd. Tegelijkertijd zien we steeds meer aandacht voor voorspellend onderhoud of predictive maintenance in de bouw. Met voorspellend onderhoud wordt onderhoud niet te vroeg of te laat uitgevoerd, maar precies op het juiste moment. Dat moment wordt bepaald door sensoren en algoritmes. Laat ons tot slot nog even stilstaan bij de industrialisering in onze sector. Industrieel bouwen, dat is grotendeels off-site produceren en on-site assembleren. Met hetzelfde aantal mensen kan men dan meer realiseren. Industrialisering in de bouw wordt nu al door heel wat bouwfirma's toegepast, maar is noodzakelijk om nog op langere termijn te kunnen voldoen aan de bouwvraag.